schitterend. We gaan op 29 en 30 augustus gaan we van start. We hebben het uitgebreid qua tijd. We bieden meer, we bieden intensiever. En toch hebben we de entreeprijs op 10 euro weten te houden. We hebben weer een prachtige mooie wipe-out zone, net als vorig jaar. Hè. Die is weer wat spectaculairder gemaakt. Minder water erin, want daar hadden we vorig jaar toch wel wat kleine probleempjes mee. Het strand is compacter geworden, wat meer aangepast aan de rijders. Dat het niet van die lange afstanden gereden hoeft te worden. En voor de rijders is er meer sensatie te beleven en met name voor het publiek. Ja, dat is inderdaad een heel belangrijk item. Het is een technisch circuit geworden. Hè? Dus blijkt ook dat het publiek vanaf één standpunt het hele circuit kan overzien. Dus de rijders kan volgen. Hè? En het is een beetje anders dan afgelopen jaar. We proberen wel diezelfde sfeer erin te brengen met de fakkels. De Zweedse fakkels erin. Maar je zal zien, het zijn niet de lange rechte stukken. Het is een heel technisch circuit geworden. Ja, we hebben een nieuw evenement neergezet wat klasses betreft. En toch wel iets aangepast. We hebben namelijk de jeugd heel goed erbij betrokken. De kinderklasse vanaf 5 jaar tot 10 jaar op solootjes of op quads. We hebben een funklasse, dat is boven de 10 jaar. Eigenlijk hetzelfde verhaal, maar dan wat oudere groep. Dan hebben we de bromfiets- en de pitbike-klasses, waar ook pitbikejes en bromfietsjes bij elkaar rijden. Dat is gewoon een open klasse ook. Dan hebben we de regio-klasse, de solo's. We hebben een regio-klasse voor de quads. En dan hebben we natuurlijk het grote spektakel, de boerennachtcross voor de solo's. Maar we hebben dit jaar ook een boerennachtcross voor de quads. En die is zowel op vrijdag als op zaterdag. Dus twee avonden in het donker op het verfakkelde circuit wordt gereden, verlicht. Er zit geen waterbak in, althans geen grote waterbak. En dat zal een heel groot spektakel worden. Het betekent wel dat er muziek natuurlijk is, maar dan op onze eigen manier. De sterkste man-vrouw van Putten. Wat een soort stoppertje is tussen die diverse motocrosswedstrijden in. En we hebben ook niet te vergeten gedacht aan de kleintjes. Die wanneer ze binnenkomen in een soort speeltuin terechtkomen van allerlei attributen. Wat oudere motoren, oldtimers. Gerestaureerd, ongerestaureerd. Maar of dat allemaal zal lukken, dat kom je allemaal bekijken. 29e en de 30e augustus. We hebben een paar prachtige sponsoren erbij. Power bij Eurol, Quadwinkel, de Puttenaar die zorgt voor de nodige PR. En dan, ja, hij staat er hier in de levende lijve bij, Arjan Brouwer, die zijn hele vakantie ervoor opgeofferd heeft.